We zijn geëindigd bij toer 1 met een vaste. En om naar toer 2 te gaan, moesten we een halve vaste maken in de eerste vaste. Dat ga ik nog even doen. Halve vaste in de eerste vaste. En wat we nu moeten doen is haak 3 lossen en maak een vaste in de eerste steek. Maak weer 3 lossen en maak een vaste in de volgende steek. Herhaal dit stukje, dus maak 3 lossen en maak een vaste in de volgende steek. Herhaal dat tot de 9e steek van de opening. Dus dit stukje waar je netje uitkomt. En dan tussen de 9e en de 10e steek haak je 30 lossen. Haak nu weer van sterretje tot sterretje. Dus 3 lossen en een vaste in de volgende steek. Tot het einde van de toer. Sluit de toer met een halve vaste in de steek onder de eerste 3 lossen. Hecht de draad af en werk de draad netjes weg. Dus haak 3 lossen. Dat was het oude draadje. Die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Haak 3 lossen. 1, 2. Zit ik in frame? Ja. En 3. En maak hem vast in de volgende vaste. Dat is dus deze. Wel 2 draadjes. Met een vaste. En dan weer 1. 2, 3. Vastmaken in de volgende vaste. Even kijken, want mijn draadje zit een beetje vast. Vastmaken met een vaste. 1, 2, 3. Vastmaken met een vaste. Ben ik al bij de opening? Ja, daar ben ik al bij. Nou had ik geteld, je zou hier 18 steken moeten hebben. Ik heb er 3 bij gefantaseerd. Dus wat ik ga doen is, ik ga tot en met 10 tellen in plaats van 9. Omdat dat voor mijn hoesje meer het midden is. Dus tel even na of je 18 steken hebt of meer. En zorg dat je dan het midden hebt. Dus ik moet 10 keer, nu of 10 steken. Dus dat is 5 van deze lusjes. 1, 2, 3. In de volgende steek. Nee, wacht, sorry. 10. Ik zit fout te denken. Het is natuurlijk in dezelfde steek. 1, 2, 3. En dat is 2. 1, 2, 3. En dat is 3. 1, 2, 3 en dat is 4. 1, 2, 3 en dat is 5. 1, 2, 3 en dat is 6. 3 en dat is 7, 1, 2, 3 en dat is 8, 1, 2, 3 en dat is 9. Dus heb jij 18 steken, moet jij nu al 30 lossen maken. Ga ik even eentje verder. 1, 2, 3 en eentje vast. Dan gaan we nu 30 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik moest even het draad pakken. 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30. En deze maak je vast in de volgende. En dan kan je of een vaste maken of even met een halve vaste. Dat staat er niet echt bij. Nu kan je dus weer verder. Drie losse, volgende steek vastmaken met een vaste. Drie losse, volgende steek vastmaken met een losse. Of met een vaste, sorry. Dus drie losse, één vaste. Dan heb je dit touwtje. Maar ik had een versierde. En dan ga je als volgt te werk. Die ga ik nu gelijk ook even maken. Je doet één losse. Draait je werkje om. Dat was mijn camera. Ik werk om de camera heen. Dat vond hij waarschijnlijk nu niet zo leuk. Ja, daar zijn we nog. We gaan hem dus even omdraaien. Dit was de reden. Het touwtje zit er helemaal omheen en mijn draadje van mijn telefoon ligt eronder. Want mijn telefoon ligt op te laden ondertussen. Nou, gaan we weer verder. Drie lossen. 1, 2, 1, 2 en 3. En die zet je terug hier tussen. In dat tussensteekje met een vaste. En dan moeten we hier naartoe. Ogenblikje hoor. Gaan we weer draaien, maar mijn draadje die is vandaag heel eigenwijs. Zit steeds overal aan vast. Ja, daar zijn we. Nou moet ik het bochtje om en dat doe ik. Tenminste, dat heb ik gedaan. Hier in de aanhechting, even in frame. Hier in de aanhechting maak ik even een halve vaste. Zodat ik weer terug ben. En hier tussen ook zo'n kringelkrangeltje zit. Ga ik drie lossen maken. 1, 2 en 3. En die maak ik vast in de volgende lossen. Met een halve vaste. Dat dit maar een... dit hoeft niet dik te worden voor mij, heb ik gedaan. Ik wou het gewoon een klein randje eromheen... zodat het vrolijk staat. Dan weer 1, 2, 3. In de volgende steek vastmaken. Met een halve vaste. Kijk. En zo krijg je ook. Zo krijg je ook dat geschulpte randje. Om je touwtje heen. Wat om het knoopje gaat. Of zoals bij mij de frutsels. 1, 2 en 3. En dan zoek je weer de volgende los op. En dan maak je weer een halve vaste. Kijk. En in plaats van dan enkel zo'n touwtje, krijg je dus allemaal die schubjes hier langs. Kom je hier, maak je even een halve vaste onderin, hier. Maak je drie lossen en ga je naar de volgende toe. En dan ga je voor de rest ook het hele rondje weer drie lossen vaste in de volgende vastmaken. Drie lossen in de volgende steek vastmaken. En zo ga je het hele rondje langs. Tot je hier gekomen bent. Maak even een lange lus. Tot je hier gekomen bent. Dan maak je hem hier vast. Doe het nog een keer een halve vaste. En je gaat het draadje afhechten en dan is deze kant klaar. Dan ben ik nog niet klaar, want dan ga ik jullie laten zien hoe ik mijn
tasje. Dit is eigenlijk dan al klaar op de knoop na. Maar ik ga dan nog laten zien wat ik gemaakt heb. Nou, succes en tot het laatste filmpje.